Hallo allemaal, ik sta hier vandaag bij een nieuw talentenhuis op Eiburg. Het heet Bij Eef en het is vandaag geopend en we gaan kijken wat er allemaal te doen is. Ga je met me mee? Het is wel lekker druk hier, het ziet er heel goed uit. Bedankt voor de uitnodiging. Kun je mij vertellen wat jij allemaal biedt in het talentenhuis? Ja, echt ontzettend veel. Er is van alles te doen en het leuke ervan, het zijn allemaal initiatieven die ik zelf belangrijk vind. Voor mezelf en voor mijn kinderen. Dus echt wat ik zelf zou kiezen om te doen en waar ik achter sta. Dus bijvoorbeeld theater, muziek, maar ook coaching voor kinderen en creatieve clubjes. We zijn nu in de coachingsruimte en in de muzieklesruimte. Eigenlijk wordt deze ruimte vooral voor coachingsgesprekken, voor massages en ja, energetisch werk zeg maar gedaan. Wat ik goed begrijp zijn dat de ondernemers kunnen ook ideeën aandragen bij jou om te zeggen van is dat misschien wat ja. Eventueel hier zou passen. Klopt, ja. Ja. En ik vind het leukste als het echt heel divers is, dat er heel veel verschillende soorten activiteiten zijn. Jij maakt de lekkere maaltijden. Ik maak lekkere maaltijden. Ik maak het meest exotische maaltijden, Surinaams. Ja. Ook de Arabische keuken. De mensen kunnen van tevoren bellen en dan kunnen ze in de namiddag tussen 5 en 7 kunnen ze dan hun maaltijden ophalen. Dan heb ik dan bami, nasi, roti, rijstkip. Gewoon gevarieerd per week om het zo te zeggen. Ja. Dus eigenlijk van alles. Even, ik zie hier een heel leuk hoekje. Wat gebeurt hier precies? Ja, hier is mama Noek en die maakt zelf hele hippe kinderkleertjes en leuke accessoires. Het ziet er heel mooi uit. Maak je ook alles zelf? Alles zelf. Er komt geen andere handen aan te pas dan mijn handen. Af en toe mijn moeder, die helpt af en toe nog eens mee. Maar ik maak echt alles zelf. Ik hoor net van Eve dat jij ontwerpster bent. En ik ga starten met naailessen voor kinderen van 7 tot 11 jaar. 7 tot 11 jaar, is dat niet jong om al achter de naaimachine zitten? Ik weet het niet. Het is wel jong, maar dan leren ze het wel. Ze kunnen het wel meteen leren. En dan leren ze het goed en dan hebben ze er gewoon goed profijt van. Eve, dit is de grootste ruimte. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Dit is de ruimte waar groepslessen worden gegeven. Bijvoorbeeld theaterlessen, yoga voor kinderen en voor volwassenen. Mindfulness, dansles. Dus weer van alles te doen. Ik ga straks eens workshops geven voor baby's en ouders. Dus ik geef babymassage workshops. En ik verkoop mijn eigen olie voor baby's. En ik ga baby draagdoekcursussen geven. Dus baby wearing. We hebben sinds ruim 13 jaar een jeugdtheaterschool op Eiburg. En we zitten hier om de hoek in het Centrum van Vrije Tijd. En Eve had ons gevraagd of mij gevraagd, goh, willen jullie hier niet ook lessen komen geven? En dat doen we nu. We zijn een officiële jeugdtheaterschool, dus we hebben leerlijnen. En we hebben een team van vakdocenten, dus we nemen maandelijks altijd de vorderingen van de leerlingen door. En dan wordt dat wel of niet aangepast. En kunnen ze aan het eind schitteren op een groot podium in de theaterzaal van de OBA. Dus dan komen er iets van 200-300 mensen kijken. Hoe vinden jullie van het talentenhuis? Ah, ik vind het heel goed. Ja. Ik zoek iets voor, ook voor mijn dochter om iets te doen. En ik vind het een heel goed idee. Dus ik ga hier komen, zeker. Eve, ik wil jou heel veel succes wensen met je talentenhuis. En heel veel succes eigenlijk. Dankjewel. Ja, het gaat vast lukken. Proost. Proost.